Ja, hier is Fishy weer en ik ben hier samen met Remco en dit is natuurlijk wedstrijd van de week. Officieel is dit de laatste competitieronde, maar we hebben nog een inhaalwedstrijd te doen. Die gaan we natuurlijk ook doen. Dat is AZ Utrecht was het? Ja. Of Utrecht AZ? Utrecht AZ. Zijn van die twee ploegen, dat weet ik wel. Ja, in ieder geval Utrecht AZ. Kijk, nu even stiekem mee. Feyenoord Heerenveen, dat is de officiële laatste speelronde. Ja, we hadden het net over het competitieschema voor januari. Dat was een druk weekje. Dat waren een paar drukke weken. Pas vanaf 10 of 9 januari zie ik hier trouwens. En voor mij is 10 januari is al voor mij PSV Ajax of Ajax PSV. Ik weet het vroeger hoor, niet meer in ieder geval. Dan al 10 januari, dus het is al echt al supersnel. Even kijken, als we naar de topwedstrijden. Topwedstrijden, je begrijpt wat ik bedoel. Hè, de klassieke 4 zou ik het dan maar noemen. PSV wordt ook niet blij. Die krijg je eerst Ajax uit. Daarna PSV, AZ thuis. Even kijken, wat hebben we? Ajax. Ajax heeft dus PSV, daarna Twente. Feyenoord, daarna. Ergens AZ nog even in de beker nog een keer. Feyenoord AZ is het ook nog een keer. 24 januari. Ajax Feyenoord. Jezus mensen, ja. Feyenoord PEC. Sparta Feyenoord. Sparta, eigenlijk heeft Feyenoord een beetje het begin. De easy way. Je kunt nog even met je punt sprokkelen. AZ Ajax, de 31ste. Holy shit. Dat is trouwens ook competitie, hè? Dat is competitie. Ja, en de beker voor mij dan daarvoor nog. Nee, dat is februari hoor. Dat weet ik zeker. Februari kort is de beker. Daarna dan. Ja, jezus. Dus, hashtag gezellig volgend jaar. Er gaat gewoon geen publiek bij zijn, dus het heeft allemaal niet uitgemaakt. Nee, eigenlijk is het nu alleen maar nog kutter, denk ik. Deze wedstrijd is natuurlijk ook een pittige wedstrijd, in principe in Heerenveen. Ik vind het echt een goede ploeg, op een of andere manier. Ja, maar ik vind wel, zeg maar, het lijkt wel of ze het vooral tegen PSV kunnen. Zijn ze al tegen topploeg goed, tegen Ajax is dat wel minder. Ik heb ook gevoel tegen Feyenoord, zijn ze ook meestal wel minder. Maar ja, Feyenoord, wel de eerste nederlaag van het, 400 dagen of zo. Er zit natuurlijk wel die coronatijd bij. Dat is ook 6 maanden die eraf gaan. ja, het is wel 420 dagen zo ongeslagen, zoiets. Ja. En als het nu Hij neemt het niet helemaal serieus dat. Het klinkt leuker dan maar het is. Inderdaad, nu hebben ze ook natuurlijk het hele jaar hebben ze alleen maar tegen zwakkere ploegjes gespeeld. Op Vitesse na, en die verliezen ze dan. Ja, dus eigenlijk is de generale is eigenlijk mislukt, zeg maar. Toch? Maar ik verwacht dat ze wel weer bij de les zijn, hoor, nu. Denk je gewoon een overwinning voor hier? Nee, ik verwacht echt 2-1 of zo, 2-0 voor Feyenoord. Oké, ik ga voor 4-1. Heerenveen is wel een team wat heel veel goals tegenkrijgt. Ineens. Of bijvoorbeeld 4-4 maakt, dat kan ook nog trouwens. Ja, weet ik. Ik heb wel veel afgelopen jaren zulke wedstrijden gezien bij Heerenveen. Als ik eerlijk ben. Dus ik denk gewoon 4-1. Gewoon Heerenveen die gaat wel proberen. Waarschijnlijk komen ze ook 1-0 voor. En dan verliezen ze alsnog 4-1. Nou, veel vertrouwen dus. Jij zegt dat ze zo goed bezig zijn. Ja, maar het blijft Feyenoord. Het is niet dat ze waarschijnlijk slecht gaan spelen of zo. Maar het kan ook zijn dat, gewoon dat Feyenoord gewoon heel goed is, toch? Gaan het zien. Dus ik zeg 4-1. Jij zegt 2-1-2-0. Ja. Een beetje. Oké, nou, we gaan het zien. Jongens, laat je voorspelling even achter bij de comments. Dan gaan wij over naar de wedstrijd. Ja, nou, de Kuip. Dat is geweest trouwens, de Kuip? Zijn opnieuw Jeroen Ja. En Sierra. Okay. Voor een Feyenoord RKC, volgens mij. 2-1 voor Feyenoord, dacht ik. Twee keer bellen, volgens mij. Tegen Heerenveen. Ja, waarom weet ik niet hoor. Ik ben gevraagd. Fuck, ik ga gewoon mee dan. Nu komt de kans. Ging je juichen toen er gescoord werd? Ja, dat kijk ik echt meer als neutraal toeschouwer. Dat is raar, hè? Ja, ja. En dan ben je toch wel een beetje. Ja. Maar vooral ongemakkelijk is dat zeg maar met vrienden gewoon in de trein zit. En dan, die dan expres heet het gaat zeggen van ja, dat ik eigenlijk voor Ajax ben. Dat is toch altijd wel ongemakkelijk als je dan richting Rotterdam gaat. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben ook een keer naar Feyenoord geweest, maar voor PlayStation in de Champions League. Dat was lang geleden, of niet? Nee, laat maar. Jij bent gewoon een keer in de Kuip geweest voor het Nederlands elftal.
Feyenoord, nee, niet van Nederland zelf, Feyenoord Shakhtar Donetsk ben geweest. Dat was 1-2 trouwens geworden. Feyenoord kwam wel 1-0 voor, maar ze verloren nog. Dat je ook in de Kuip een keer was geweest voor het Nederlands elftal? Nee, nee, nee. Alleen eigenlijk in de, alleen in de arena. De bal is hij kwijt naar die tackle. Oh, hé, hey, waarom pakt hij de bal niet mee? Houdt Steven Berghuis tegen. Nou ja, vooralsnog. We hebben het eigenlijk net het heelal en zo. Het is altijd de ruimte en zo. Komt altijd te sprake. Bal naar de spits in het centrum. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Ja, dit was fout, ik zag het al. Die ruimte. Zo. Ah. Oh, lekker hoor, die voorzetje. Oh, rechts. Oh nee, net buiten de lijn. Specialiteit de corner weer. Komt de hoekschop in het midden. Een poging die bal weg te werken mislukt. Doe maar, dat zijn lekkere ballen, hè? Ja, maar kijk hoe zacht hij inschiet. Wat een heerlijke stuit zat er nog in. Gadver! Lekker balletje hoor! Ja, lekker goal van binnen draaien, verre hoek. Linse. Hallo Brian, zeggen ze dan. En daarna is het misschien nog niet meteen een gelopen zaak, maar als hij op deze manier uit, hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Oh, wat slecht ook! Ja, die tegen, dat zag ik al, hè? Dat is zo voorspelbaar ook. Ik kon ook niet meer naar binnen op dat moment. Maar voor alle hens een dek naar achter. Oei, oei, oei! En nu snel schakelen voor de counter. De doel lijkt me eigenlijk niet, maar dat geldt te zijde. Uitstekend gedaan, keeper. Het spel. Oh, nou, training. Ik had hem wat gebeurde er dan? Ik had hem liever gewild, die bal. Ja, want ik deed wel niks. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Oh, oh. Snel eruit komen. Gat, ik ben niet wankel met een hakje idee. Torenstra. Nicola Jurgensen. Hij springt. Ja, lekker overstapje nog. Dit is een goede, bal van mij, hè? Die. Ja, ik kan hem ook niet gewoon naar weg tikken, want ja, dan krijg ik weer een overtreding tegen. Zo kut verdedigen, toch? Zo! Wat is dat? Nou, die. Vanaf de vleugel. What the fuck? Ik deed toch aan om die schot eruit te halen? Ah, mooi bal. Ze profiteren van deze pass. Bal gaat richting medespelers. Oh! Huh? Wat lekker, wordetje. Nou, dat is. Bal naar het midden. De speler werkt de bal naar voren. Zo! Hij troeft hem fysiek af en heeft. Oh! Nee, wordt hij in de kiem gesmoord weer. Om even als evenavond te spreken. Ik zat eraan te denken. Aan die. Aan het woordje. De stand is 1-0. Ja. 1-0. Maar voordat ik nu weet wat ik moet doen, dan scoren. Balbezit verloren. Mark Diemers. Zo ja, zit de poort maar open daar. Dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. Voorgezet op Jurgensen. Ja hoor. Weet je wat nog raar is? Kijk, eigenlijk is het goed hè, maar in het echt zou het ook nog worden afgefloten waarschijnlijk omdat ik met mijn hoofd naar de bal ga en jij met je voeten. Ik kon de doelman hem heel makkelijk stoppen. Op jacht naar de volgende. In het centrum gespeeld. Oh nee! En dat wordt een corner. Corner? Oké. Okay. Specialiteit corner is altijd. In het 16 meter gebied. En dit loopt uiteindelijk dus op niets uit. Zo. Morgen zit je lichaam ertussen dan. Dank je. Ingeleverd bij de tegenpartij. Wat een slechte inworp zeg. Oh. Ze drukt achterin joh. Ja, lekker. Wat schept die bal? Hij is te hard. Hij heeft een mooie reactie in huis. Hij weet dat hij me gewoon mag gevangen, toch of niet? Wat is dit? Jee, wat traag! Hij gaat nog eens uit, trouwens. Oh, dat is zo verdacht. Ja, ik doe er niks mee meer. Zo moeilijk verdedigbaar. Gewoon even voor de. Dit is een samenvattingsactie. Dat je in ieder geval weet dat hij in de samenvatting komt. Maas over de zijkant van dat veld.
komt steeds meer naar voren. Gaafwe. Feyenoord benut die ruimte goed en rukt op als de vleugel. Keeper vangen, dank je. Eenvoudige ingreep. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Oh, Joey Veerman. Jurgensen krijgt de kans. Gaaf. Oh, wat een lotie. Onverdedigbaar, toch? En dan zie je wat het oplevert. Geen slim stiffie. Het is een slim stiffie, hoor, jongens. Dat komt wel zo. Heb je hem of niet? Wat, hè? Heb je hem of niet, een slim stiffie? Nee. Het was echt een stiffie. Nou ja, je laat je vrienden en kennissen... Gadver, we hebben alles naast ook. Nog 10 minuten in de reguliere. Dan gaan we weer breien, gaan beginnen. Speelt een hoge steekbal. Bal onderweg naar de tweede paal. Nee, nee. En hij schiet. De schot wordt afgeweerd door een speler. Nee, ik poeier hem toch gewoon. Dan gaat hij toch niet zo'n raketvrouw afleveren. Het lijkt wel alsof ze tegen een elftal kliko spelen. Wat weten ze elkaar te goed te vinden met die passes. Dat was al. Dan blijft het scheidsrechter je... opletten. Ik heb geen buitenspel gezien als ik eerlijk ben. Nee, ik ook niet hoor. Deze kan erin. Ja, eerst schot op doel voor mijn gevoel. Lekker, 90 minuut. Hoekschop wordt ja, komt ie. Oh. Goed uit. Maar de doelman laat die kopbal niet door. Jens Toornstra. Fuck. Kom op, kunnen we nog een eretreffer maken of niet? Nee, wat is vernachelend weer. En met dat fluitje. Het is klaar, hij komt als nederlaag voelen. Na alle bestandsloos. Nou, ik heb voor mijn gevoel 2 schoten op doel gehad. Nou, 5? Je hebt meer schoten dan mij? Ik weet niet hoe je dat... Nee, jij hebt 6 schoten op doel, ik heb 5. Ja, met 10 schoten heb je. Oh, schoten, ja. Mijn pa ging echt als een raket over. Dus als het kopballetje en dat ene schot op doel op de 90 minuten niet meetelt, dan kunnen ze 3. Nou, lekker, dat zegt genoeg. Ja. Pedro, fijn wat klinisch. Heel erg, maar ja. Kan zo gebeuren natuurlijk, ja. Ja, ik weet het ook niet. Het is moeilijk in te schatten, hoor, dit soort wedstrijden, vind ik. Op een of andere manier. Die kan best goed voor de dag komen, maar ja. We gaan gewoon zien, ja toch. Laatste wedstrijd, nog even opnemen nu. En dan is het... Eindelijk winterstop. Ik denk dat ze het nodig hebben, toch? Ja, lekker 2 weken winterstop en dan weer vol aan de bak tegen de toppertjes. Ja. Maar het scheelt in ieder geval weer. Oké, nou. Jongens, like even deze video. Like de voorspelling achter bij de comments. En tot de volgende keer. Bye bye. Later.